politiek gezien zijn ze nu niet helemaal wakker. Het blijft toch iets waar ze nog steeds niet naar kijken en nog steeds niet snappen. Goedenavond Den Haag. Mijn naam is Frits Bloemberg, vanavond gespreksleider. En vanavond ook actief samen met Hanneke Groenteman, die in haar huiskamer in gesprek zal gaan met de hoofdpersonen uit de serie. En hoe zij ook terugblikken op dat hele proces. We hebben een vol programma. Welkom allemaal. Wat fijn dat u er allemaal bent en dat het zo vol is. Naast de debattour, waar deze avond de afsluiter van is, hebben we samen met Movisie ook een eenmalig magazine gemaakt. Ja. Magazine? Magazine, ja. Jullie documentaire heeft er ook echt voor gezorgd dat ik naar de buitenwereld toe veel makkelijker kan vertellen hoe belangrijk het is dat dit soort van instrumenten wordt ontwikkeld. Dus ik wil jullie allebei echt heel erg hartelijk bedanken. Ik leen nooit meer geld. Nooit meer, nooit meer, nooit meer. Ook al is het een tientje van de buurman, als ik het niet heb, heb ik het niet. Nou, één ding weet ik zeker wat ik wel geleerd heb en dat is eerlijk zijn tegen degene die je lief hebt. Ik zeg altijd, armoede zit tussen je oren en het zit niet alleen in je portemonnee. Kinderen zijn altijd het kind van de rekening. Hè? Dat is niet alleen met huisuitzettingen, maar dat is met huiselijk geweld. Er is geen eten, al dat soort zaken. Zijn kinderen uiteindelijk het slachtoffer? Politie, deurwaarder. Heeft u er al over nagedacht waar u nu naartoe gaat? Zo'n huisuitzetting, hè, die we allemaal scherp voor ons hebben. Waarom zeg je niet, jongens, ik doe hier gewoon niet aan mee? Het zal allemaal wel, regels zijn regels, maar ik doe het gewoon niet. Ontruiming is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Nee. Wij proberen er alles aan te doen om het niet door te laten gaan. In het Engels zeg je bijvoorbeeld, I have a debt, ik heb een financiële schuld. En je zegt, I am guilty, ik heb een morele schuld. In het Nederlands, in het Duits, in de Scandinavische talen kunnen wij dat onderscheid niet maken. Dus elke keer als wij dat woord gebruiken, zitten we in dat kader. Mensen met schulden zijn een verdienmodel geworden. En om van die schulden weer af te komen, moet je een soort bureaucratische triathlon doorlopen. Alleen dan ongetraind. Dat begrip zelfredzaamheid, wat zo strak geïntroduceerd is als de norm waaraan iedereen moet voldoen en ook kan voldoen. Dat, zoals ik het in een rapport heb genoemd, dat het een illusie is. We kunnen vandaag dingen veranderen als ministeries, gemeenten en crediteuren. Vandaag zouden we beslissen maximaal B1-niveau communiceren met alle burgers in dit land. Dan weten we tenminste vrij zeker dat 60-80% van de mensen die brieven begrijpen. Als we nu eens gewoon alles op één dag binnen laten komen, al die bedragen waar mensen recht op hebben. Bijvoorbeeld op de nacht van de 4 of 25 wordt alles gestort. En ook alle vaste lasten gaan diezelfde nacht eraf. Wat er dan overblijft, dat is van jou. Die enkeling die het verpest, betekent niet dat het grote geheel ook willens en wetens in de problemen komt of dat opzoekt. En die moet je daar niet mee belasten. We hebben als overheid, en daar hebben wij als CDA ook aan bijgedragen, in de afgelopen decennia heel veel regels gemaakt die gericht zijn op mensen die niet terug willen betalen. Terwijl de realiteit, en dat zit ook in alle rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen, is dat er een steeds grotere groep is die niet terug kan betalen. Dat de Weekamp nog steeds 14% rente mag rekenen voor alles wat er op afbetaling gekocht wordt. Dus in feite incasseren ze die 14% die bedoeld is, zodat sommige mensen ook uiteindelijk schuldenvrij worden gemaakt, zonder dat ze dat doen. Dus het is een hele rare gang van zaken dat ze überhaupt die 14% mogen vragen. Volgens mij is het echt van belang dat de gemeente echt een regierol zou moeten hebben om ook op tijd met diegene die in de problemen dreigt te komen of misschien al in de problemen zit, echt gaat kijken hoe gaan we dit samen oplossen. En ik zou heel erg graag willen voor de Weekamps van deze wereld, dat er ook gewoon een verplichting komt om de kredietwaardigheid te toetsen. En dat als ze zich daar niet aan houden, dat zij de schuld mogen betalen in plaats van de mensen. Ja. Het belangrijkste inzicht is dat er toch dat schulden een veelkoppig monster is. Dat er altijd veel zaken door elkaar heen spelen en die niet met één druk op de knop op te lossen zijn. Als je in de schulden zit, dat is gewoon ongelooflijk beroerd. En het beheerst je ook helemaal, want je kunt bijna aan niets anders meer denken. Dus het is ook ontzettend logisch dat je dan de boel niet op poten krijgt. Nou, dat zie je heel goed in deze serie. Dus laten wij nou met z'n allen ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer uit die schulden komen en de vleugels weer kunnen uitslaan.